Net van harte gefeliciteerd. Wat een geweldige opening van het nieuwe taalcafé hier in Delensvaart. Ja, het is onvoorstelbaar. Wat een opkomst. Daar hadden wij niet op durven hopen. Maar het taalcafé in Delensvaart, wat gaat het precies doen? Wij willen graag mensen de gelegenheid geven, buitenlandse mensen de gelegenheid geven om hun taalvaardigheid beter te ontwikkelen nog. En dan met name op het gebied van spreken. Want daar hebben de meeste mensen heel erg veel behoefte aan. Het is elke vrijdag van 10 tot 11:30. Om 9:30 is er een inloop met koffie en thee. En om 10:00 gaan we dan beginnen met de diverse activiteiten. En dat is een beetje afhankelijk van de opkomst. Maar als er een beetje een goede opkomst is, gaan we dat in groepen doen. En dan bij elke groep zit een vrijwilliger die dat dan begeleidt. Hanneke, het is deze week de week van de alfabetisering. Ja, en tijdens deze week zijn er allerlei activiteiten in de gemeente Hardenberg. En nou ben jij van Taalpunt. Taalpunt is een organisatie die deelnemers en coaches koppelt aan elkaar. Dus wij proberen mensen te helpen die moeite hebben met de Nederlandse taal. Dat kunnen mensen zijn die geboren en getogen in Nederland zijn. Kunnen ook anderstaligen zijn. Nou, dat heb je vanmorgen kunnen zien hier in de Baron in Delensvaart. Hebben we een opening gedaan van een koffie- en taalgroep die volgende week officieel gaat starten. Een gigantisch succes. We zijn heel erg blij. Ontzettend mooie opkomst. Dus er is echt vraag naar het oefenen van de Nederlandse taal. Nou, daar zorgen we als Taalpunt voor. En de NT1'ers, die bedienen we ook. Die kunnen ook bij ons terecht om een taalcoach te krijgen bijvoorbeeld. Die hen helpt met lezen en schrijven. Want die hebben geen moeite met de Nederlandse taal. Niet met de spreekvaardigheid, maar juist met het schrijven en het lezen. Dus we zijn eigenlijk op allerlei gebieden kun je bij ons terecht. Ja, want in Nederland is het toch nog wel steeds echt wel een probleem, hè, bij heel veel mensen. Ja. 2,5 miljoen laaggeletterden in Nederland. Van 65% autochtoon is, dus Nederlands. Ja. Maar waar lopen die mensen dan in praktijk echt tegenaan? Nou, je kunt bijvoorbeeld denken aan de doosjes waar de recepten op staan, hè, van de medicijnen. Dan staat daar 3 keer daags 2 tabletjes. Maar is dat 3 keer daags, is dat om 11:00, 12:00 en 1:00. Je moet ook kunnen rekenen. Je moet kunnen kijken van in welke delen verdeel ik een dag. Dat heeft ook rekenvaardigheid nodig. De tomtom, iedereen denkt van, nou, maar dat is handig voor mensen die niet kunnen lezen. Maar je moet wel een tomtom instellen. Je moet de naam waar je naartoe wil, moet je invoeren. Je moet die tomtom volgen. Borden moet je ook volgen. Het zijn echt allemaal dagelijkse dingen. Het zijn hele dagelijkse dingen. En er zijn zoveel oplossingen. En daar zijn jullie er één van. Ja, wij zijn daar een oplossing van. Maar de schaamte is heel hoog bij deze doelgroep. En dat is te begrijpen. Maar we willen graag dat ze door die taboe, dat we met z'n allen door de taboesfeer heen gaan en dat ze zich durven te melden. En dan waren vandaag ook Berry en Roelof twee hele goede voorbeelden van, maar ja. Zij zijn ambassadeurs. Ja, zij zijn onze taalambassadeurs, waarvan Roelof dus taalheld is geworden. Dat betekent dat hij heel veel dingen voor de anderen ook, hoor, die hebben net zoveel gedaan, maar iemand heeft hem daar speciaal voor opgegeven. Hij heeft heel veel knappe dingen gedaan voor het Taalpunt. Hij is meegeweest naar allerlei organisaties, heeft daar verteld van, nou, vroeger kon ik helemaal niet lezen en schrijven en nu hebben ze mij door middel van de cursus dat geleerd. En hij, werkelijk waar, hij schrijft brieven en mailtjes. Ik krijg ook wel eens dingen van hem. Ach, geweldig, we zijn hartstikke trots op. Roelof, gefeliciteerd, want je bent taalambassadeur van de provincie Overijssel. Ja, dat ben ik zeker. Ik ben gisteren gekozen in Almelo dat ik straks naar de landelijke ambassadeursdag mag in Utrecht voor de mensen die zich daar het meest voor hebben ingezet. Maar naast je, Roelof, staat Berry. En dat is eigenlijk een nieuwe taalambassadeur. Mag ik het zo zeggen, Berry? Ja, klopt. Ja, sinds 2 jaar geleden hebben ze mij gevraagd om een taalambassadeur te worden. Ja. Maar Berry, vertel eens, want jij had ook moeite met lezen, rekenen en schrijven. Nou, ik heb meer moeite met schrijven, zeg maar. En moeilijk gewoon lezen, maar nou, het gaat nog beter, dus... Begin eens bij het begin. Wanneer ben je met deze cursus begonnen? Hè? Nou, ik ging eerst naar het speciaal onderwijs toe, naar school zeg maar. Ja. En daar hebben ze te weinig aandacht aan besteed. En toen wou ik verder en toen wou ik doorleren. Ik heb de wil. En toen ben ik via de krant zeg maar, ja. Heb ik advertentie opgezocht in een oud postkantoor. Ja. En daar ben ik begonnen zeg maar. En toen ben ik naar Hardenberg gegaan. Ja. Nou, en dan ging ik gewoon doorleren weer met lezen en schrijven. En je hebt nou echt dat je denkt van, hé, maar dat gaat goed. Ja. En ik stuurde mensen nog, nou ik zeg tegen meer mensen van, nou doe er wat aan, hè, want je hebt het altijd nodig in je leven, hè, met lezen en schrijven. Ja, want de voordelen die zie je nou echt? Ja, zeker. Ja, het gaat hartstikke goed. Ja,
Mooi om te horen, Mary. Nou, ook van harte gefeliciteerd. Ja. En heel veel succes met jullie ambassadeurschap. We willen elkaar toch spreken. Ja. We kunnen heel goed taalvrijwilligers gebruiken. Dus mensen die gewoon hier in de buurt lopen. Je hoeft echt geen Neerlandicus te zijn of weet ik veel wat. Je kan gewoon je melden als je denkt van nou, ik wil iemand wel begeleiden. Meld je bij Taalpunt. Woensdagmorgen zit ik in de Baron, op de woensdagmiddag in Harderberg. En dan krijg je een cursus van 4 dagdelen. En dan ga je gewoon lekker met iemand aan de slag. En het is heel dankbaar werk.